Zoetwaardigem mist nog steeds Chory. Vossen krijgt de voorkeur in de spits op Colassin. Ook Strarfi staat weer in de basis in plaats van Arminakas in die eerste zone. Ja, opnieuw naar die eerste paal en opnieuw gevaarlijk. En gaat deze er dan in? Nee. Weggewerkt door Marquet Vossen. Hier komt KV Oostende daar goed weg. Dit was nog gevaarlijker dan deze keer. Goed verlengd. Dan is er iemand die daar redding moet brengen op de lijn. Bruno geraakt voorbij zijn man. Kan ook voorzetten. En dit had de 1-0 moeten zijn voor Zoetewaardegem. Wat een kopbalkans gemist door Sek. Waardegem goed aan de partij begonnen. Dit is een geweldige voorzet van Bruno. En Sek moet hier meer mee doen. Helemaal ongelooflijk. Sakala. Met de schacht in zijn rug. Hier is Sakala. Kan hij het afmaken? Sakala. Hij maakt er 0-1 van. Hele mooie goal van KV Oostende. En wie anders zou je zeggen dan Sakala. Zijn 12e van dit seizoen. Het is er 1 voor de bezoekers. In de rug van Olivier de Schacht. Tussen de schacht en de bok. En dan doet hij het eigenlijk prima. Sakala. De voorzet van Skoulason. Aannemen met rechts. Afmaken met links. En zo dus 0-1 voor KV Oostende. Ja, prima goal. Een echte spitse goal van Sakala. Wat is hij toch belangrijk voor KV Oostende. Covea met de vrije trap. Dat is een goeie. Gaat hierin. Daar is Bruno met de gelijkmaker. Bruno. Die ook zijn doelpuntje weer meepikt. Ook zijn 12e. Net als Sakala. Dat was een hele goede vrije trap van Govea. Bal bleef er even hangen. En dan is Bruno alert. En een man in vorm mist deze bal natuurlijk niet. Hubert, geen schijn van kans natuurlijk. Maar die bal komt van een KVO-verdediger. Als A of B gebeurt, dan doen we dit of dat. Dit is geen buitenspel van Sakala. De hoek is wel scherp. Maar kan toch Bostin nog aan het werk zetten. Die had daar weinig moeite mee. De kans van Sakala. Ja, ook Frankie Dury, die de match aan het volgen is, zal nu met de dichtgeknepen vullen. De spanning is te snijden. Het doelpunt wordt toegekend. Het is dus 2-1 voor Zoetewaardegem. Geen buitenspel van Jelle Vossen uit de ploeg te spelen. Die vandaag dus op de bank zit bij KV Oostende. Bruno, dat is geen buitenspel van Vossen. Vossen, hier is Jelle Vossen met 2-1. Dit is dan zijn moment, Jelle Vossen. Maar er wordt gevlacht. Hier gaan we het zien. Buitenspel of niet? Ja, dit beeld zegt niet veel. Theaat, echt hem nog goed terug. Plaatsbal hier, maar een puike redding hoor van Bostin. Bal gaat naar de andere kant richting Dompé. Combinatie zoeken met Mark. Mark die zou kunnen trappen. Mark, die duurt allemaal te lang. De redding nog van Hubert. Ja, het idee van Mark was eigenlijk dat dus een uitstekende zaak doet. Ja, daar hoort u het. Het laatste fluitsignaal van Boterberg. 2-1 zegen voor Zoetewaardegem tegen KV Oostende.